Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft het afgelopen jaar 18 belangrijke buurtontwikkelings- en vormingscentra neergezet. Deze centra voor de jeugd zijn geopend in het kader van het buurtontwikkelingsproject Konawang. Dit zegt Faisal Abdul Ghafoor, de minister van Sport en Jeugdzaken. Het buurtontwikkelingsproject Konawang is voor jongeren om na school sport- en spelactiviteiten te ontplooien. Abdul Ghafoor zegt dat het ministerie het project dit jaar wil uitbreiden naar 73 centra. Jeugdzaken richt zich op twee pijlers. Deze zijn gericht op de bescherming van de jeugd die niet in aanraking is gekomen met de maatschappelijke problemen waarmee jongeren te kampen hebben. Daarnaast zorgen ze voor rehabilitatie van jongeren die wel in aanraking zijn gekomen met dit probleem. Abdul Ghafoor zegt verder dat de regering investeert in de sport en de jeugd, ondanks de situatie in het land. Belangrijk is, vooral bij deze twee beleidsgebieden, is dat wij samenwerken met de actoren actief binnen ons beleidsgebied, omdat dat cruciaal is. Kijk, als ministerie kan je heel mooi beleid op het gebied van voetbal of volleybal of basketbal hier op het ministerie uitstippelen. Maar als de moederbonden bij die takken van sport niet op lijn zijn en het SOC ook niet op lijn is met jou en het sluit niet aan bij elkaar, dan zal het niet succesvol zijn. Abdul Ghafoor is van mening dat door samenwerking het ministerie alle gestelde doelen zal bereiken. De anticorruptiewet is momenteel in behandeling in DNA. De bewindsman geeft aan hoe hij tegen deze wet aankijkt. Sinds dag 1 na mijn aanstelling heb ik aangegeven dat ik geen corruptie tolereer op dit ministerie. En wat dat betreft kan klad anytime binnenstappen. Ze zijn overigens ook geweest een aantal keer. En ik zeg van, jullie mogen alles onderzoeken. Belangrijk is dat wanneer de rapporten daar zijn, als er niets is, moet je het ook publiceren. Je moet het alleen publiceren wanneer je dingen hebt gevonden. Maar ik denk dat wij zeker moeten kijken naar die wet, maar ook naar onze comptabiliteitswet. Maar ik denk dat het de verantwoordelijkheid is van alle beleidsmakers, en niet alleen de beleidsmakers, ook de ambtenaren, om te snappen dat wij absoluut geen grappen kunnen maken met de belastingsgelden van het volk, zwaar verdiend geld. En wij moeten nu meer dan ooit daartegenaan. De indruk moet wel niet gewekt worden, want ik hoor mensen een heleboel schreeuwen vanuit de oppositie. De indruk moet niet gewekt worden dat corruptie iets van nu is. Faisal Abdul Ghafoor, minister van Sport en Jeugdzaken. Hij blikte terug op het jaar 2016.